Eigenlijk is het wel best wel lekker. Waar ik heel benieuwd naar ben is deze. Dat heb je echt goed gedaan. Heel erg lekker ruikt ook. Giveaway alert. Oh. Ga gewoon om 6:30 koken. This one. Wow. Ik vind dit zo leuk. Vriendinnen mijn kleding gingen uitzoeken. Maar heel leuk stoefje. Mijn koelkast is zo leeg. Maar ik had nog ei en maiswafels. En ik heb een kopje koffie en dat is mijn brekkie. Ik ga pannenkoeken maken met deze mix. Want mijn koelkast is super leeg en ik ga zo boodschappen doen. Maar het is nu al middag en ik heb trek. Dus ik heb dit met soja light gedaan. Ik ben benieuwd. En ik hoor net dat het verbod op de vega burger, zeg maar, dat het misleidend zou zijn. Dat dat niet doorgaat. Dus dat is top. Dus vega burgers mogen gewoon vega burgers blijven heten en zo. Ik ben benieuwd of deze mix goed is. Helaas is die super klontig. Je kunt gewoon niet hard schudden met dit pak, omdat het zo dun is van karton. Ik heb echt langer geschud dan moest, dus dat is wel jammer. Mega klonten, dat is echt niet lekker dit. Oké, okay. Ja, ik weet niet wat ik eraan moet doen. Meer schudden dan dit kan niet. Het is de raarste pannenkoek ever. Los van de klonten bakt hij wel goed, maar ik vind zo'n koopmansmix dan iets fijner, want die schudt gewoon wat prettiger. Doe jij even niet zo onrustig? Het zijn er cupcakes, maar... Nu naar pannenkoek. Ik heb natuurlijk sojamelk gebruikt. Daarom is het natuurlijk zoet. Want er zit 3,6 gram suiker in 100 gram. Ik weet niet wat het bij een normale mix is. Maar volgens mij valt dat wel mee. Eigenlijk is het wel best wel lekker. Alleen wel zoet. Maar dat kan dus ook door die melk komen. Ik had trouwens, wat ik heb vergeten te vertellen, last van extreme spierpijn, hoofdpijn en steken op mijn borst. Dus ik had voor zekerheid een coronatest gedaan. En daar had ik super snel de uitslag trouwens van, maar dat heb ik helemaal niet verteld. Maar die was negatief. Dus ik heb nu 2 keer in totaal getest op corona en ik heb 2 keer niet gehad. Dus daar ben ik heel blij mee natuurlijk. En net kwam ik mijn nieuwe buurmeisje tegen. Dus heb ik, ik belde toen ik mijn orders ging wegbrengen, 5:15. Tot 7:30. 7:45 heb ik met haar gebeld. Tijdens het fietsen boodschappen doen en fietsen. Echt super leuk. Echt cute. Vind ik dat eigenlijk. Toen kwam ik hier mijn nieuwe buurmeisje tegen. Dus even mee gekletst en ook gezegd van kom maar even in mijn huis kijken hoe mijn huis is. Want haar huis is compleet leeg. En nu ga ik jullie even laten zien wat voor boodschappen ik heb gekocht. Ik ga het lekker gewoon zo doen. Kies geitenkaas spinazie. Kies bloemkool broccoli. Kies kip pesto. Witlof, gewoon als snack, vind ik lekker. Dan heb ik een heel chill kant-en-klaar maaltijdpakket. Die was in de bonus. En daarbij heb ik dan kipfilet en peterselie gekocht. Selderij extra, omdat ik een groentesoeppakket heb gekocht. Waar ik heel benieuwd naar ben is deze. Je hebt nu dus deze plantaardige varianten met ook amandel en oat. Maar ik ben heel benieuwd naar deze. En die ga ik zeker aan jullie laten zien als ik weet wat ik ervan vind. Voor het weekend, mijn vriend komt dit weekend chips. Maar op de fiets had ik zoveel honger dat ik er vast een paar heb gegeten. Dit zag ik bij de Lidl. Hier ben ik echt heel benieuwd naar raspberry coconut. Het lijkt me super lekker, was een euro. Eieren. Kiwi-wesjes van de Lidl dus. Ik krijg nog steeds vaak de vraag. Avocado's. Even niet dat netje die ik zo vaak haal. Want de laatste tijd zitten er heel veel rotten tussen. Dus ik ga er even voor veilig. Het is een soort van gekke appelpeer of zo. Hij is keihard. Ik weet niet of ik hem nou nu al moet eten of niet. Bij de Lidl eentje gehaald. Geitenkaas voor de borrel. Limoen, hè. Dat haalde ik altijd voor mijn vriend. Maar ik vind het zelf ook heerlijk. En ik drink veel makkelijker water. Vooral 's ochtends als ik een halve limoen erin uitpers. Deze was in de aanbieding. En deze heeft wel soja. Maar ik wil hem toch gaan proberen. Omdat ik denk dat kleine hoeveelheden soja wel prima bij mij gaan. Een aantal pakken van mijn favoriete yoghurt, waardoor ik vrijwel elke dag naar de wc kan. Even too much information, maar zo blij mee. Beste yoghurt, deze van Lidl. Lekkere kalamata olijven en nog een stuk gember. En deze had ik vroeger. Ik vond hem zo lekker en ik dacht, die ga ik ook weer eens proberen of het goed gaat met mijn darmen. Dan had ik van de Faya Laurens bij Kruidvat voor 2 euro nog een tweede springtouw gekocht. Dit was 1% gratis en ik heb echt volume shampoo nodig op dit moment. Dus deze wil ik graag gaan testen. Heel benieuwd naar dit merk sowieso. En dan was mijn tweede artikel deze. Dezelfde, maar dan in een shampoo bar variant. Daar ben ik ook heel erg nieuwsgierig naar. Ik heb echt jaren geleden een shampoo bar getest. Ik vond het niks voor mij, maar nu is er upcoming. Dus ik dacht, ik ga het eens proberen. Plastic free. Ook deze 1+1 heb ik de volume shampoo om te testen. Dus ook weer een volume shampoo. En deze wilde ik al heel lang eens proberen. Ik heb het idee dat die super goed is. Een protecting conditioning mist. Die heel erg lekker ruikt ook. Als je trouwens niks meer hoort, dan is die meestal niet fijn. Als ik het fijn vind, dan vertel ik het sowieso wel.
Mocht ik het vergeten, kan je er altijd naar vragen. Ook 1 plus 1, deze heerlijke douchegel van Fa. Laatste tijd koop ik eigenlijk gewoon welke douchegel in de aanbieding is. En dan zo lekker mogelijk. En deze erbij. En mijn favoriete make-up remover, die was alweer een tijdje op. Dus die was nu weer 1 plus 1, dus ik heb hem weer gekocht. Dan nog deze olijven, die waren er eindelijk weer met pit. Geweldig vind ik deze. Het is dat het zo zwaar is en dat ik geen ruimte heb, anders kocht ik heel veel potten. Dit leek me wel een leuk wijntje. Een droge bruiswijn voor 2,10 euro bij de Lidl. Weer een kaars, want die was er nog voor 3 euro bij Lidl. En een Viognier. Want dit is de wijn die mijn vriend en ik het allerlekkerst vonden toen we uit eten gingen. Niet Pinot Grigio, maar Viognier zag ik in de vlog. Dus dit is een fles van 6 euro, niet afgeprijsd. En ik ben super benieuwd. Ik vind dit nooit aantrekkelijk, dit merk. Maar het is niet een heel goedkoop wijntje of zo. Niet 3 euro. Ook niet duur. Maar ik ben heel benieuwd of we deze lekker gaan vinden dit weekend. Good morning. Ik dacht, ik laat nog eventjes precies zien wat ik nou bijna elke ochtend ontbijt. Want mensen er vaak naar vragen. Deze Krusli. Deze heeft dus echt veel minder suiker. Kweker is normaal echt hels qua suiker. Maar deze is echt prima. Dit is geen spon natuurlijk. Suikers per 100 gram. 6 gram en 433 calorieën. Ja, tuurlijk zitten er veel calorieën in, maar dit vult mij wel. Deze yoghurt, dat is per 4 verpakt van Lidl, per 150 gram. In zo'n bakje zit iets van 180 calorieën. Best wel veel, maar daar let ik niet meer op. Dan haal ik dus kiwi besjes bij de Lidl. Vind ik heel erg relaxed. Ik vind het 1,50, soms dacht ik dat is duur. Maar eigenlijk in feite, ja, je gebruikt 4 besjes, weet je. En je hebt helemaal geen werk aan, dus eigenlijk helemaal niet zo duur. Dit vind ik ook best wel duur, maar dit vind ik echt heerlijk. Maar kost dit 4 euro of zo. Dan hoef je dus niet zo'n mix met de rode fruit en zo erdoorheen te kopen. Dan kan je gewoon dit zelf erdoorheen doen. Dus dat eet ik eigenlijk bijna elke ochtend. En dit is het dan. Ik vind het echt heerlijk. Super lekker. Zorg dat die aardbeidjes een beetje in de yoghurt komen, want zijn ze heel hard. Dan zijn ze met melk of zo nog geschikter, maar ik eet dus altijd yoghurt. En dit is dus ook super goed voor mijn buik. En heerlijk. Echt een tip. Ik kreeg een pakketje van Mooi PR, waar ik vroeger heel veel van kreeg, maar tegenwoordig eigenlijk nooit meer wat. Dus het is een heel klein mini pakketje. Handcreme Cherry Blossom. Die heb ik volgens mij. En de amandelhandcreme. En dan zit er een zakje in. Het is volgens mij een samenwerking met Wycura. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Er zit verder geen info bij ofzo. Er zitten 3 schattige ringetjes in. Ik neem aan niet van echt goud of zo. Nee. 3 leuke ringetjes. Een beetje zoals ik op Komoa ook heb eigenlijk. Maar dat soort ringetjes zijn altijd welkom. Cute. Leuk, ja, ik draag echt altijd gouden ringen en het is een mooie kleur goud, dus dit vind ik zeker leuk. Ze zijn verstelbaar, dus het is wel heel leuk zo. Cute. Oh, ik zie nu dat dit kaartje erbij zat. Beetje sponachtig dit, maar dit is absoluut geen sponner. Maar ja, ik laat het wel even voor jullie zien. Kom nog maar dit. Onze IT'er. Waar is de IT'er? Hey! Ga je nou hier van een foto maken? Nee, ik ging oma even filmen van achteren. Ah, nee, alsjeblieft, Charlotte. Ik loop zo. Doe dat niet. Oh. Wij zijn aan het wandelen. Hallo. Ik ben gezellig met haar bij oma geweest. Super fijn. Nu gaan we naar mijn ouders. En hij is nog even naar de Gal en Gal. Want hij neemt steeds een flesje rosé voor ze mee. Echt super cute. En dat wilde hij nog graag halen. Dus ik ben even aan het wachten. Cute, cute. Gezellig. Gelukt? Jawel. Is hij mooi? Ja, krijg je zo'n melding? Ik wil het even vertellen, dat vind ik heel grappig. Want ik hoorde... Nou, ik hoorde, grappig aan. Dat vind ik grappig, want ik hoorde laatst ook met iemand... dat steeds vaker hoor ik dat mensen hun ID wordt gevraagd. Hij zegt dat het zijn ID werd gevraagd terwijl hij 33 is, hè? Dat was wel een compliment, denk ik. Of de medewerker is heel onzeker. Hier links. Hi. Nee, dit is een citroenmeringue. Dat heb je echt goed geraden, zeg hé. Meringue. Maak even wat leuke beelden van hoe het er hier aan toe gaat. Heel lekker. De afgelopen keren vlog ik niet zoveel bij mijn ouders, maar het komt omdat ik zo lekker aan het kletsen zijn. Ja, je moet bij je kletsen en vloggen. Hele mooie salade heeft papa gepakt. Hij ziet het niet. Dit keer was mama het niet, maar ik. Mooie tafel, man. Heb je mooi gedekt, lijkt wel kerst. Ja, misschien mag het tegen de tijd van kerst niet meer. Dus. Ja, of juist weer wel, hè. Want het is nog 2 maanden. Spannend. Ja. Als we ons er allemaal een beetje aan gaan houden. Heel spannend. Kerstdiner 2020.
Lijkt wel zoals je zwart aan hebt altijd. Zo. Zo. Ruiken. Oh. Echte pan, hè, die er wordt. Ja. Oh. Dat is heel lekker, vind ik. Mm. En mag ik nog een extra citroen erbij, pap? Je mag mijne hebben, want ik hoef dat niet. Nee, maar ik wil een eigen per persoon. Doe normaal, dan moet je weer een citroen opsnijden. Van jullie mag dat nooit, terwijl ik dat super lekker vind. Zodra iets een uur duurt, vind ik het echt ver. Eline, waar is het kaarsje? Ja, vind ik het echt ver. Eline, waar is het kaarsje? Nou ja, sowieso hebben we er één in onze koffie. Eline, zit uit de koffie. Ja, in onze zilverset. Dat vind je spierbal aan. Dat vind je spierbal. Ja, dat moet je zilverset zijn. Weet je hoe dit heet? Shepherd's pie. Shepherd's pie. Lemon meringue pie. Hoe heet het, papa? Ja, lemon. Dat is een taart die ik nooit kies. Maar laatst hadden we dat op school. Van een hele goede bakker. En het was echt goddelijk. Dubbele? Dat is zesdubbel. Dit is geen dubbele espresso. Of het is gewoon een koffie. Hij is misschien een beetje lungo geworden. Dat denk ik ook wel. Ruikt wel lekker. Ja. En mama drinkt altijd ontzettend. Als ik van haar koffie krijg, krijg ik ook zoveel. Maar het is wel heel sterk altijd. Dubbele. Misschien heb je wel een zesdubbele nu. Als je detail schept, dan dit is wel een zesdubbele. Lemon curd of zo? Lemon curd, ja. Dus bovenkant is eiwitschaam met suiker. En daaronder zit lemon curd. Ja. Zelfgemaakte. Ja. Dat is met suiker, citroen, schil. Rasp, maizena. En de bodem is? Een boter, flybodem. Toch? Suiker, zout. Mooi met die vorm, hè? Met al die kantjes. Ja, mooi verhaal. Ja, ook mooi verhaal. Zelfs al heen, maar is het al. Dat betekent dus. Ik vind het lekker muziek aan het luisteren. Dus ik vind het. Het is wel raar dat ik de laatste tijd in deze film lachen. Ik ga ineens echt goed op dingen. Raar, maar ik heb sowieso. Ben ik meer aan het wennen aan bepaalde dingen of zo. Ik moet altijd even aan mijn wennen, een jaartje. Maar... Ja, en jij ook aan mij misschien of zo, ik weet niet. Ik merk het echt. Ik word zeg maar met de week word ik iets meer mezelf of zo. Hallo, wij moesten vandaag naar de karwei voor mijn plug om mijn rek op te hangen. En we hadden gisteren besloten dat we gingen wandelen. Het is van 4 kilometer. We hebben 40 minuutjes gelopen. En dan gaan we straks ook weer teruglopen. En het was wel koud, maar echt zo lekker. Dus heerlijk. Wandelen is echt top. Geniet ervan. Geniet ervan, hè? Ja, het is ook wel een beetje. Het is wel even een goede promo. Als je in Muiden bent, jongens. Ik heb bananenbrood, hij heeft kruidcake en een espressootje en een warme chocomel. Zo leuk, bij... Bij waar eigenlijk? Bij Brasserie Herengracht? Ik weet het niet, maar hier linksaf, zeg maar hier. Yummy. Wij zijn thuis en we gaan weer lekker borrelen en daarna ga ik groentesoep maken. En deze viognier gaan we proberen. Voor het eerst een viognier. Blijkbaar zat dus de wijn die we zo lekker vonden, dus ik ben zo nieuwsgierig. Ik ben ziek nieuwsgierig. Ik ga maar even proeven. Ja, ik denk dat het goed is. Ik vind hem lekker. Toen we het eten waren bij de Haagse Toren hadden we deze namelijk. En we vonden hem lekker omdat hij niet zuur was en een soort van heel neutraal qua smaak. Hey Molly! Ja, voor wie benieuwd is naar wat ik gebruik voor de borrel. Deze blokjes zijn heel lekker van de Lidl. Ik heb deze zalm gehaald. Deze olijven die we soms hebben bij Lidl. Deze twee kaasjes. Van Appie. Hallo, je denkt misschien dat het ochtend is, maar het is avond. Beetje weinig aan het vloggen heb ik het idee, maar het komt goed. Vanochtend was mijn vriend dus hier. Super gezellig. Toen besloot hij om vandaag weer terug te komen. Dat doe ik de laatste tijd heel vaak, want hij op maandag terug. Dus ik ben even de groentesoep aan het opwarmen die we gisteren hadden gemaakt. Een vers pakket van Albert Heijn gewoon. Precies 2 kommetjes nog en dan ga ik daarna lekker risotto maken. En ik was al 4:15 thuis. Ik lag gelijk mijn haar af, hè. Wat ik heb gedaan. Ik vind het leuk dat hij weer komt. Super gezellig. Ik hou hier zo erg van. Ik kom thuis, ga lekker... sfeertje maken, vervolgens douchen, haar wassen, dat ik me helemaal lekker fresh voel. En dan komt haar en dan heb ik lekker
Twee kommetjes soep. Nou, nog een doosje van gisteren wat over was. Dan komt hij ook zo chill hier thuis. En dan zeg ik, ga lekker douchen en dan ga ik nu lekker koken. En ik hou daar echt van. Ik vind dat zo leuk en heerlijk. En nu ga ik deze maken. Hoe chill. Want alles is al gesneden. Echt heel relaxed. Nou, dit is het gerecht. Is wel lekker hoor. Ik vind hem lekker. Goedemorgen, ik heb eindelijk weer een keer naar school gefietst. Wow, het was echt zo pittig. Heel traanogen ervan, mega wind. Maar dat is echt veel te lang geleden, dus top. Hola, ik kom net uit mijn werk. Ik zou normaal niet een video zo gaan opnemen, maar dat doe ik toch nooit meer. Maar maakt niet uit, het is maar een vlog, want ik heb gewoon te veel zin. Ook al zit ik hier dus in pyjama om deze kalender te gaan openmaken. Want ik ben zo benieuwd naar het tweede gedeelte. Ik weet niet meer hoeveel vakjes ik nou vorige keer had gedaan. Ik denk, voor mij dacht ik dat het er 24 waren, dus ik denk dat ik er 12 heb opengemaakt. Ik ga hem gewoon lekker zo neerzetten. Deze kalender ga ik trouwens, als hij leeg is, opnieuw vullen en dan cadeau geven aan een heel lief meisje. Dus daar heb ik nul zin in, met allemaal andere dingetjes erin. Ik heb eigenlijk wel zin om de spullen er gewoon wel uit te gaan halen dit keer. En lekker te gaan gebruiken eigenlijk. 13! Ik ga lekker alles eruit halen en eruit laten, want ik had echt zin om deze producten te gaan gebruiken de afgelopen tijd. Oeh, dit is de Pink Grapefruit. Dit is de Pink Grapefruit Shower Gel. Heerlijk. Hele bekende. 14. Zit iets lichts in. Iets lichts. Oeh, la la. Een matte liquid in de kleur 34. Maar hij is echt super mooi. Vaak zit er rood in en dat gebruik ik niet, maar deze is super pretty. Leuk. 15. Berry Bath Blend, Hydrating Bath Foam with Strawberry Seed Oil. Oh, wat! Deze ruikt lekker en geconcentreerd. Hij ruikt naar iets wat ik ken. Wow, hier ben ik heel benieuwd naar. Mijn vriend heeft een bad, dus en mijn ouders. Te lekker. Beste kalender ooit dit hoor. Haha. Dit is een band. Ik zou hem niet dragen in het dagelijks leven, maar hij is wel handig voor als je bijvoorbeeld een maskertje gaat opdoen. En lekker kerstelijk. Cute. Heel chill dit. Gentle Face Wash. Wacht, super fijne producten zeg. Oeh. Nog een Strawberry Lip Butter. Ah, hij is nog dicht. Maar dit is heel chill. In de eerste helft zat ook al een lip butter. Heel relaxed. Ik vind het leuk dat ze helemaal geen, ja, zo'n haarband misschien, maar het is ook niet echt onzin. Er zitten gewoon geen onzin producten in. Deze vind ik persoonlijk, deze heb ik heel vaak opgestuurd gekregen. Dat is het enige die ik niet heel boeiend vind. Vooral dat hij gewoon, ja, sommigen vinden dit heerlijk zoals mijn moeder. Het ruikt wel lekker, maar het is voor mij te saai qua geur. Maar dit is de Almond Milk and Honey for Sensitive and Dry Skin. Dus dit geef ik eigenlijk altijd cadeau. En die mensen zijn er dan super blij mee. Maar wederom, full size. Nice. Deze heb ik een keer te klein gehad. Dit is de Gentle Eye Makeup Remover met Camille. Wauw. Het voelt gewoon zo chic van die grote producten in je hand. Gewoon gratis, hallo. Purifying Clay Wash. Het ruikt echt naar zo'n houtskoolmasker. Volgens mij zit er toch ook een maskertje bij van deze lijn. Ik bedenk me nu. Ik ga gewoon even kijken welke producten, het zijn er niet veel, maar welke producten ik zelf niet gebruik. En in plaats van aan iemand cadeau geven aan wie ik het normaal cadeau geef, maak ik er een winactie van. Had ik vorig jaar ook gedaan. Dus wil je die producten winnen? Dat zal ik zo even bekijken welke producten dat zijn. Eerst maken we hem even af. 21 is weer een masker. Een vitamine C Glow Sheet Mask. Super leuk. Dit is een grote. Ik wist niet dat die zo groot was. Ik heb hier wel vaak minis van gehad. Dit is de Hand & Nail Manicure Cream. Van handcreme heb ik gehad. Ik weet niet of ik exact deze heb gehad. Super groot. Lekker voor in de klas ook. 24. Lekker. De British Rose Body Yogurt. En de laatste. Zo jammer. Maar straks als ik klaar ben met filmen ga ik lekker weer van 1 tot 12 alles uitpakken. Want ik was weer vergeten wat erin zat. Natural Protection. Ik vind die CBD-olie heel chill. Ik hou sowieso erg van olie. Ik denk dat dit vergelijkbaar is. Ja, oeh, wat ben ik hier benieuwd naar zeg. Heel benieuwd hiernaar. Misschien wel het meest van alles. Ja, er zit ook iets van vitamine C volgens mij in het eerste gedeelte. Hier ben ik super benieuwd naar. Dit ga ik meteen vanavond lekker op mijn huid doen.
Als het prettig is, hoor je het altijd van me. Als ik het niet heel boeiend vind, dan hoor je het meestal niet van me. Oké, giveaway alert. Dit zijn producten die ik zelf niet per se ga gebruiken. En waar ik jullie denk ik heel erg blij mee kan maken. Dus Pink Grapefruit Hand Lotion, die kwast. Lipstick, mascara, body butter en 2 lip butters. Echt geweldig, maar ik heb al heel veel. En die hoofdband. Wil je die winnen? Laat gewoon even een reactie achter. Een leuke reactie. En benoem daar ook eventjes in dat je wil winnen. En zet even een manier in de reactie waarop ik jou kan contacten. Dus je mail, je Insta, je wat dan ook. En dan over een paar dagen kies ik iemand uit en stuur ik die een berichtje. Oké, ik heb even experimenteel bananenbrood gemaakt van Rutger Bakt. Gezond bananenbrood. Met alleen, moet je maar het recept opzoeken. Gezond bananenbrood, Rutger Bakt. En heb ik van de Lidl hazelnootstukjes en mandelschaafsel rozijnen erdoor gedaan. En een heel klein beetje kokosolie. Die ga ik straks in de oven doen. Ik ben vet benieuwd. Hij gaat niet rijzen, denk ik. Als hij maar lekker is. Hola. Wat vlog ik weinig, hè? Druk. En dit. Ik ben lekker met je op tijd naar huis gegaan. Ik ga nu werken hier thuis. En straks ga ik lekker een salade maken. Nu heb ik heel veel zin in. Dus ik heb net even bij de buurtsupermarkt gerookte kip gekocht. En lekkere knoflookgarnalen. Ik heb alles waar ik zin in had. Amsterdamse uitjes. Ik weet niet of ik daar te goed tegen kan. Paprika. Tomaten. IJsbergsla. Veldsla. En broccoli. En dat samen met wat ik in huis heb, daar ga ik gewoon een soort van vage mix van maken. Daar heb ik zin in. Ik heb heel veel zin in garnalen. Ik weet niet waarom. Hallo, mijn werkdag zit weer op. Ik wil even tegen jullie praten, maar ik heb geen tijd, want ik moet nu naar de ortomoleculair arts. Maar ik had vandaag een lesbezoek, popgesprek, overdracht en druk. En ik ga nu weg. Dus ik spreek jullie straks. Ik heb met mezelf afgesproken. Als het ochtend voor mijn werk heel hard regent, ga ik niet fietsen. Als het middag regent, ga ik ook niet. Het maakt niet uit wat ik dat hoort. Ik kom net van de ortomoleculair arts. Hallo, ik ben lekker vrolijk. Ik heb echt een goede week gehad. Minder moe en zo, daar ben ik heel erg blij mee. En ik had net een heel leuk gesprek met mijn vriend. Die belde me eventjes. En we hebben elkaar vandaag heel weinig gesproken. Normaal bellen we eigenlijk 's ochtends en zo, maar dat kon nu even niet. En ik was super druk op werk, dus we hebben niet geappt of iets. Dat is weer verrassend. En we hebben natuurlijk ook nog steeds die moeilijke dingen en zo. Dus soms gaat het veel daarover. Maar nu had hij echt heel veel nagedacht. Maar ook dat hij wat minder mij op de hoogte wil stellen van die moeilijke dingen. En dan hadden we het daar een beetje over. Ja, misschien is het beter om alleen aan het eind van de dag even geüpdate te worden. In plaats van eigenlijk een beetje de hele dag door. En hij had ook nagedacht over bepaalde dingen die we nog willen gaan doen. We willen bijvoorbeeld gaan schrijven en allemaal andere dingetjes en zo. Dus ja, dan moeten we eigenlijk elke avond daar een uurtje voor inplannen. En zo had hij heel cute vandaag over allemaal dingen nagedacht. En dat is leuk als je elkaar dan een dagje niet hebt gesproken. Want dan heb je in die zin ineens... Is dat wel lekker als je allebei een beetje hebt nagedacht over dingen. En ik zit eigenlijk goed in mijn vel en zo. En ben lekker bezig. Dus dat is gewoon... Nee, dat is gewoon leuk. Daar word ik vrolijk van. En nu ga ik even die salade maken. Die heb ik gisteren niet gemaakt. Ik heb gisteren een quiche opgewarmd. En oh ja, dan moet ik jullie even vertellen over die ortomoleculair arts. Sowieso heel blij, want de vlog is vandaag online gekomen waarbij ik vorige week bij de ortomoleculair arts ben. En ik loop niet meer zo heel erg achter. En daarin spreek ik ook uit, ja, dat ik natuurlijk gewoon bang ben voor dat mensen het wat vervelend vinden als ik het over heb. Maar dat ik het wel belangrijk vind om het soms even te bespreken. Ik neem even een stukje bananenbrood hoor. Ik heb echt heel veel trek. En de reacties daarop zijn gelukkig wel lief. Dus dat is ook fijn. Ook van de mensen die er dus wel baat bij hebben dat ik dit deel. Want ik benoemde al in die vlog van ik snap dat mensen er moe van worden. Maar er zijn ook heel veel mensen die het herkennen en het juist fijn vinden dat ik het deel. Dus ik probeer het gewoon 1 keer per week of zo even te bespreken. Ontlasting weer opsturen. En dit is wel heel duur. Het kost me €160 voor die test. Een darmscreening. En nog 30 voor iets anders wat hij wil testen. Afwachtend daarvan. Zeg maar, hij zegt stuur het maar maandag op. Want als je het nu morgen doet is het weekend. En dan duurt het 10 dagen. En dan in afwachting daarvan kijken of ik nog zo'n complete voedselscreening ga doen. Als je gaat testen op 280 dingen kost het €407. Maar ja, dit is allemaal dingen die de dokter niet test. Dus die moet je gewoon helaas zelf betalen. Maar als ik de uitslag heb is het natuurlijk interessanter dan nu speculeren. En mijn melatonine is vrij laag. Kwam uit een test. Niet echt een lichaam feitelijke bloedtest of zo. Maar uit een mondelinge test zeg maar. Eerst even dit. En dan over 2 weken of zo hebben we weer contact. En vandaag had ik mijn lesbezoek coöperatieve werkvorm. Ik had 2 hele leuke werkvormen rondom pesten. Ik moet beter eerst even dit opeten. Hele leuke werkvorm. Ik had allerlei kaartjes via een collega over pesten. Waarin ze
in tweetallen in de klas verdeeld drie kaartjes hadden waar ze in 3 minuten mee over in gesprek moesten gaan. We hebben het al heel vaak over pesten gehad, anders was het te moeilijk geweest. En daarna werk ik voor mijn groepjes van 4 ongeveer, waarin ze pesten, plagen en grapje 3 woorden kregen. En daar allemaal casussen zeg maar bij. En dan moesten ze in gesprek gaan waar het bij hoort. En dat is nog best wel lastig. Heel vaak ziet iemand iets als plagen, terwijl het echt, de ander het echt als pesten ziet. En dan een aantal dingen, wanneer ze nou echt pesten. Nou, als het heel vaak gebeurt, is het vaak pesten. Maar hoeft niet zo te zijn. Heel veel mensen tegen 1. Als de ene om lacht en de ander niet. Nou, dat soort dingen. Heel boeiend. En dan heb ik mijn topgesprek. Dus een beetje, wat zijn je kwaliteiten? Waar wil je aan werken? Wat is jouw bijdrage voor het team? Wat zijn je doelen? Wat vind je de hangouts? En toen had ik nog een overdracht met mijn duo die de vrijdag doet. En toen moest ik eigenlijk door naar orthomoleculair arts. Door de regen gefietst. En daar ben ik nu. Eigenlijk hou ik wel van dat soort drukke dagen. En ik had dus net ook met mijn vriend erover. Dat het eigenlijk lekker is om structuur te hebben en dingen te plannen. Want eigenlijk stort ik pas in op de vrije momenten. Net als je met 5:30 thuis. Ga gewoon om 5:30 of 6:00 koken. Ga zo laat naar bed. Die structuur is super chill. Dus daar zijn we allebei een beetje mee bezig nu. Onderzoeken of dat, wat dat voor de mens doet. Voor ons als mens in ieder geval. Niet nu gaan instorten op de bank. Aan tv gaan kijken. Nee, ga gewoon eerst koken. Ga dan doen wat je moet doen en ga dan instorten. Dus. Wow, lekker. Ik heb ijsbergsla, veldsla, een avocado, gerookte kip, feta, kalamata, olijven, paprika. Ben ik hier broccoli aan het koken, die doe ik hier midden. Dan heb ik er zout, peper, celeryzout, cayennepeper en komijnzaad overheen gedaan. En nog wat balsamico dressing. Balsamico deze. En olijfolie. This one. Wow, lekker. Ik heb weer eens items van Chiquel binnen. Het zijn er 4. Linkjes staan in de beschrijving. Hele chille website. Supersnelle bezorging ook. Ze zijn steeds sneller. Je kan gewoon chill betalen. Alles gewoon heel chill, zeg maar. Ik heb een roze joggingbroek in M. Ja, ik had meerdere dingen gestuurd. En eigenlijk zit hem echt een veef er niet tussen. Maar alsnog superleuk. Een soort van topje. Echt niks voor mij, maar ik wil het eens proberen. Nog een topje. Dit is one size. Het zwarte topje is maat 40. En dit is ook een one size vest. En ik ga eventjes die bovenkleding passen. En die broek doe ik straks, want ik ben net aangekleed om weg te gaan. Het topje is helaas veel te klein. Hij komt tot hier. Zo jammer, want ik vond het echt heel leuk. Ik had hem een keer vaker gezien. Dus ik vond het heel leuk, maar hij past echt totaal niet hieronder. Hij gaat gewoon niet, hij zit veel te strak. Hij gaat niet eens over mijn ribben heen, dus helaas. Dit vind ik wel echt heel erg leuk. Ik moet hem eigenlijk even zonder, bandjes zien. Wel precies wat ik ervan had verwacht. Dit is echt zo'n heel mooi topje. In die video waarin mijn vriendinnen mijn kleding gingen uitzoeken. En dan zeg maar dit, met een blazer. Valt ook mee heel erg, zeg maar, tekent. Ik heb best wel wat vet op mijn ribben. Maar het is echt een hele mooie stof. Topje is in ieder geval echt een aanrader. Het is een heel mooi stofje. Hij is ook van Dilvin. Dat vind ik altijd een heel fijn merk. Ja, dit is precies wat ik ervan had verwacht. Ik weet nog niet hoe ik dit soort dingen ga combineren. Want ik heb dit soort topjes ook niet. Maar dit is echt wel heel mooi. Leuk kleurtje. En kijk, hier zie je het een beetje doorheen. Maar in principe echt wel een heel mooi stofje. Als ik dit zo zie, vind ik het echt heel sexy topje. Ik ben heel benieuwd hoe ik dit ga combineren. Hij zit in ieder geval echt heerlijk. Dus leuk. Dit is echt een heel fijn vest. Echt zo'n juffenvest vind ik dit. Ik heb helemaal niet dit soort dingen. Hele dikke, stevige stof. Een beetje stretchy. Super zacht. Ze hebben dit vest volgens mij ook in meerdere kleuren. Ik vind het grappig, want dit maakt mij weer zo anders dan een topje. Dit maakt me weer veel ouderlijker. Maar dat vind ik ook heel erg leuk. Ik heb even geen topje door, dus ik heb hem even dicht. Maar ook lekker... gewoon heel chill. Kijk, hij is zeg maar super stretchy. Maar hij zit echt top. Qua lengte is hij goed. Het is gewoon heerlijk voor op mijn werk. Ik vind het echt zo'n moedervest. Moeder, juf. Lekker joh. Heel leuk. Dat vind ik ook wel heel tof. Ik denk dat hij wel goed is. Het is een M. Maar ik heb niet zulke hele brede benen. Echt zo'n oldschool broek. Maar die ga ik pas als ik thuis ben. Want ik ga nu de deur uit. Ik spreek jullie zo in de auto. Net voordat ik wil vertrekken komt er een pakketje binnen. Met 2 items die ik heb besteld bij een groothandel voor de webshop. Namelijk deze trui. Ik zag het. Ik vond het echt geweldig. Of het nou een chill trui voor binnen is of voor buiten, weet ik niet. Maar ik moest hem gewoon kopen. Ik dacht, dit is leuk. En dan een zwarte ribblouse. Die is one size. En ik ben heel benieuwd hoe die valt. Want dat is echt mijn fave soort item. Ga ik er nu naar kijken? Ja, ik ga er nog even snel naar kijken. Oh, dit is toch leuk, jongens. Ik vind het zo oldschool. Dat die zo een beetje langig met zo'n zak hier. Jongens, dit is toch geweldig. Ik vind het zo leuk. Het stofje is ook niet zo dik. Dus hij is niet zo warm. Hij is lekker luchtig. Ik vind de print echt origineel en tof. En... ja, ik vind hem heel cool. Ik heb hem even zo erin. Het is een one size. Maar dit is echt voor iedereen leuk. Maar hoe leuk ook als je zeg maar echt super smal en slank en klein bent. En je draagt het echt gewoon als halve jurktrui. Zo leuk. Maar ook als je veel breder bent dan ik. Ik
kan je makkelijk aan. Wat grappig. Ja, ik vind het echt een leuke... Ik vind hem echt tof. En de achterkant. Dit is de achterkant. Ik vind hem zo leuk. En ik vind het dus fijn dat hij niet zo heet is. Want vaak zit er zo'n zacht stofje in. En dan vind ik het altijd toch net te warm. En dit is echt heerlijk. Oh, ik wil hier nu al in leven in deze trui. Zo chill. Eindelijk de vuilnis weggooien. Het ruimt echt lekker op. Ik heb even al mijn prullenbakjes geleegd. Nou, ik zeg eindelijk. Alsof het er heel lang staat. Het staat er pas net, maar... Ik had het zo lekker om het weg te gooien. Mijn vuilniszak in mijn hand doe ik de deur dicht. En terwijl ik hem dicht doe, denk ik... Oh, ik heb alleen mijn autosleutel mee, niet mijn huissleutel. Nu had ik altijd een extra sleutel hier, maar die heb ik hier niet meer liggen. Zo dom, dat is heel erg balen. Maar Shanna, die altijd op Bolly past, heeft een sleutel van mij. Die is meestal wel thuis. Ik was in Wees, dus dat is ook helemaal niet ver. Maar niet op de route of zo waar ik in moet. Maar ja, dat is wel weer even balen, want dan ben je net lekker bezig vandaag. En dan vergeet je huissleutel. Maar goed, ik ga eindelijk deze, weer iemand van rechts. Die niet zoveel rang neemt. Eindelijk deze nagels doen. 1 week was deze al afgebroken. Ik hoop niet dat er nieuwe op moeten op deze twee. Ik hoop dat het net lang genoeg is om er wat van te maken, maar ik weet niet. Zo grappig, zieke herinneringen aan vroeger. Ruben woonde... Shanna woont in Aatsveld en Ruben woonde daar ook. Want zijn vader woont er nog steeds. En ik rij ook dan zeg maar langs waar ik gewoond heb en zo. En dan fietste ik altijd hier. Het is wel grappig. Hey, ik kom hier nooit meer, dit gedeelte van Wezen. Dus dat is wel grappig. Grappig. Oh my god, zo grappig. Hier rechts woont gewoon de vader van Ruben en hier woont Shanna. Het is ook zo raar dat ik altijd zo dicht bij Shanna was. Maar in die tijd spraken we elkaar niet zoveel volgens mij. Bizar. Hier zo lang niet geweest. Oh my god, nu denk ik echt was ik maar aan het einde van de dag gegaan. Want dit was zo gezellig, ik ben er even een half uurtje geweest. Maar ik ben nu dus ook te laat voor mijn nagels. 10 minuten of zo. Zo gezellig, zei ik, kom je even binnen. En dan merk je dat je weer super veel hebt over te kletsen. Want we hebben elkaar best wel weer 1,5 maand of zo niet gezien. Nee, ik denk 1,5 maand. Precies 1,5 maand het weekend. Dan kletsen we wel via de app. Maar ik heb altijd 10.000 dingen sowieso om te vertellen aan mijn vriendinnen. Het was zo gezellig. Maar nu gaan we even volgende week vrijdag of het weekend daarna even afspreken. Dat is ook mijn enige vriendin die in de buurt woont. Maar ja, wij zijn allebei daar niet zo goed in. Zij is nog erger dan ik. Zij studeert nog. Dus ze zit ook alleen maar thuis. En ik ken dat. En wordt een soort kluizenaar. Nou, ik ben precies hetzelfde. Alleen ik zit niet thuis omdat ik nu werk heb. Maar toen ik studeerde had ik dat ook. Dus heel herkenbaar. Maar wel echt, al is het 1,5 uur, super gezellig om weer eventjes elkaar te zien. Heel leuk. Ik krijg daar meteen ook weer energie van. Het is zo grappig, ik ben natuurlijk 27 en soms zeg ik dingen waarvan ik denk... Toen ik jong was had ik nooit verwacht dat ik dat op mijn 27ste allemaal nog moest realiseren. Maar toch merk ik aan reacties van jullie dat ook hebben. Dat je soms ben je bijvoorbeeld heel erg moe op een dag en dan merk je... Nou, ik ben gewoon niet buiten geweest of ik heb te lang geen vrienden gezien. Of ik heb niet gezond gegeten of ik heb te weinig structuur. En nu deze week elke dag voor 11 naar bed geweest. Al bijna 2 weken nu denk ik. Meer dingen gepland, meer structuur, elke dag wat doen, elke dag bewogen. Ik voel me zoveel beter. En dan, dus dat is top. Blijft natuurlijk nog steeds dat ik een probleem heb met mijn darmen, wat ik aan het uitzoeken ben. Maar al die andere klachten kunnen best wel gewoon komen door geestelijk moe zijn, daardoor steeds minder ondernemen, minder structuur aan jezelf, aan je leven bieden. Blablabla. Ik vind het heel fijn dat op mijn afgelopen vlog, Shanna had hem ook gekeken gisteren, die zei het ook. Zo fijn dat er goede comments op komen, want ja, ik vind het juist altijd fijn aan mijn vlogs dat ze zo echt zijn. Dat ik ook de moeilijke dingen van het leven deel en echte processen daarin deel. Gewoon de real dingen. En de laatste tijd kwam daar zoveel gezeur op dat je dan ook niet echt meer zin hebt om dat te delen. En dan is het toch fijn als ik dat uitspreek, dat mensen echt zeggen van ga er wel alsjeblieft mee door. Want ik vind het juist fijn om dat te horen, de echte dingen van het leven. Dus nou ja, dat was weer even een speech. Nu denk ik ook weer, sommige mensen zeggen dan... Je praat zoveel en zo lang, dus ik probeer het niet te lang te doen, maar ik wil het toch zeggen. En nu ga ik lekker deze nageltjes doen. Oh, zo grappig, ik kan daar echt nog steeds een stuk om gaan. Ik zat aan het denken, ik kwam daar binnen, maar het was niet de bedoeling dat ik binnen zou komen. Dus we gingen gewoon even snel op de bank zitten kletsen, want ik had niet zo lang. Daarna kwam haar vader binnen, want ze was ook bij de ouders. En die zegt, heeft Shanna te drinken aangeboden? Dus ik zo echt super snelle reflex. Ik ben echt totaal niet iemand die liegt. Helemaal niet. Ik kan het ook helemaal niet. Ik hou er niet van. Maar ik zo meteen, nee, ik wilde niet. Weet je, dat is niet echt liegen, maar meer. Ik wilde niet.
Dus zij begint keihard te lachen. Dus hij begint ook keihard te lachen. Dus ik begin ook keihard te lachen. Want ze weten allemaal dat Jean niet heeft aangeboden om drinken te doen. Maar zij zegt ook tegen mij, ja, als ik bij jou kom, zou ik het ook zelf pakken. Ik zei, ja, ik zou het ook niet aan je vragen. Ik weet niet, als je goede vrienden bent, dan vraag ik echt niet, wil je... Nou, oké, okay, soms wel. Hangt er een beetje van af. Maar dat vond ik gewoon super grappig eigenlijk. Doei. Zo, nagels gedaan. Het duurt altijd zo lang, maar als het erop zit, is het fijn. Ik wilde weer even donker, want net als ik mijn vlog terugkeek en ik zag die donkere kleur van de zomer, vond ik het zo mooi staan bij mijn huid. En ik heb echt een amandelvormpje gedaan. Dat is weer even heel anders. Totaal anders, maar ik ben er wel blij mee. Ik vind het wel chic. Morgen zijn hij en ik 1 jaar samen. Nou, dan is het precies 1 jaar geleden, zeg maar, dat we elkaar leerden kennen. Dat vind ik heel bijzonder, vooral omdat het dus zo'n ontzettend turbulent jaar is. Dat vind ik gewoon echt heel erg bijzonder. Oh, sorry, de ruiten is er zonde aan. Heel irritant. Maar ik had natuurlijk laatst al gezegd dat het luxe weekendje weg. En hij houdt helemaal niet zo van cadeaus en overdreven dingen. Dus ik dacht, in zijn huis hangen best wel wat oude foto's en zo. Dus ik dacht, ik vind het een mooi idee om een nieuwe fotolijst te kopen. En wat foto's af te drukken van mensen die belangrijk voor hem zijn, zeg maar. Dus dat heb ik gisteravond bij de HEMA gedaan. En toen kwam ik erachter dat ik totaal het verkeerde formaat had besteld. Te groot. Ook echt best wel duur, was €17. Ik ging naar de Action en heb ik de lijst gekocht die ik wilde. Ik had ook veel te veel foto's. Er was helemaal geen lijst met zoveel foto's erin. En uiteindelijk, de foto's die ik nodig had, waren maar €3 of zo. Oh ja, uiteindelijk was het €6 met verwerkingskosten, geloof ik. Nee, €4. Ja. Dan heb ik 1 foto die dan te groot was, die houd ik voor mezelf. En heb ik een lijstje bijgekocht bij de HEMA voor €5. HEMA lijsten, zo'n lijstje €5. Action, zo'n lijst €5. Nou, dat lijstje hadden ze niet bij Action. Een kleintje, die is dan voor mijn huis. Maar ik kan natuurlijk het niet met foto's erin laten zien, omdat hij niet op beeld wil. Dus dat is jammer, maar ik zal even zo het lijstje laten zien. Dat staat hier trouwens. Dit is de lijst. Ik wilde eigenlijk een zwarte rand, maar ik vond deze lijst het leukst met van die fotootjes zo. Oh ja, en ik heb een anti-ladder panty van de Zeeman gekocht. Daar ben ik heel benieuwd naar. Nou, nu ga ik even stoppen met kletsen. Het oude hoeren. Oh ja, nog wat. Ik voelde net ineens van, oh, ik word zo moe. Wat is dit? Toen dacht ik, oh, water. Het is niet altijd de reden. Maar ik had geen water meer gedronken sinds de ochtend. Dus toen kocht ik even bij een Turkse winkel water voor €1. Mm. En dat was inderdaad de reden. Drink water. Ik ben 30 keer verregend. Lekker. Ik ga weer even mijn boodschap laten zien. Ik vind het altijd als ik het ga editen, denk ik, oh, ik wil niet de boodschap editen, want het is heel saai. Maar volgens mij vinden jullie het nog leuk. Zo niet, laat me weten, dan doe ik het niet meer. Vind ik niet erg. Maar als jullie het leuk vinden, vind ik het ook niet erg om het wel te doen. Nu ga ik het heel snel laten zien. Ik had ook gewoon neerleggen op een tafel en het dan in 1 keer filmen. Dat is veel anders. Banana's. De orthomoleculaire arts zei dat ik daar misschien ook heel goed op zou gaan. Blauwe bessen. Mais, heb ik heel veel zin in. Druiven, dat is allemaal bonus, bonus, bonus. Vega kip, spek. Hier had ik heel veel behoefte aan. Buitenbeentjes, komkommers, grote kip. Avocado, surimi. Deze was 2e gratis. Ik ben benieuwd of die lekker is. Hij is heel duur. Mandarijnen. Dit mocht ik gratis halen, persoonlijke bonus. Dit is echt mijn obsessie. Maar eigenlijk is het wel geweldig, want na 1 reepje ben ik helemaal gelukkig al. Deze ken ik niet, maar was 2e gratis. Ook 2e gratis. Ook 2e gratis. Beste aankoop ooit. Zo lekker. Ook 2e gratis. Niet in aanbieding, maar vind ik super lekker. En dan heb ik allemaal 1 plus 1 wat koffietjes. De espresso macchiato. De doppio espresso. De espresso forte. En de ristretto. En dan heb ik allemaal good noodles. Dat was 1 plus 1. En soms heb ik daar echt cravings naar. Daar heb ik nu ook heel erg veel zin in. Ah. Heerlijk. En dan heb ik nog deze bij de HEMA gehaald. Die lijkt me super lekker. Dit is dat lijstje wat ik bedoelde. Mijn foto's. AA en AA bij de Action. Dit voor morgen nepbloed. Action. Zeeman. Ik ben heel benieuwd hiernaar. Dikke sokken. Dat vind ik fijn in mijn laarsjes. Deze zeep van de Action. En dit brood kocht ik bij de Lidl. Het winkelcentrum Diemen bij de bakker. Super zwaar en lekker. De broek is misschien een klein beetje klein. Het is echt, ziet er echt niet uit. Maar hoe lekker is deze outfit. En ik eet good noodles, maar dan 2.0. 2 pakken good noodles met ook die olie en die kruiden. En dan de paprika en... Oh, ik ga het aanbakken. Broccoli van gisteren. En de garnade die ik nog had. Super chill. En super easy. En wel gezond. Oké, okay, ik heb hem al weggegooid. Deze yoghurt heb ik nu dus
voor het eerst gebruikt. En ik dacht, als ik hem chill vind, kan ik die aanbieding nog even halen deze week. Dus ik ga hem nu proeven. Maar wow, het is echt dikke yoghurt. Dit is echt de Griekse. Wow. Ik ben ook heel benieuwd hoe die 0% vet dan is, want dit is 5 en normaal heb ik 10. Stevig. Dat is echt net zoals in een... bij de horeca, weet je wel. Als je echt zo'n lekkere bol bestelt. Dan doen we het ook even echt goed met lekkere blauwbessen en een beetje honing en muesli. Yummy. Ik ben benieuwd of die lekker is, maar het ziet er lekker uit. Het is super erg zoals bij Roos Leiden toen ik zo'n granola bol bestelde. Hij is wel echt heel goed. Even te kijken wat hier dan in zit. Per 100 gram 93 calorieën. Er zit ook zo'n soort van velletje op de yoghurt, een papiertje. Oh ja, wat zit hier dan in? Qua ingrediënten. Melk, room en levende yoghurt fermenten. Het kost dus 1,40. Nu als tweede graad, maar best wel duur. En dit kost echt volgens mij heel veel minder. En dit is een Oak Creek stijl. Het heeft meer calorieën, 112. Want dit is ook 10, 9,4 gram vet. Maar het is veel minder stevig. En deze is dan al veel steviger dan een andere van Albert Heijn of zo. En hier zit 100% yoghurt in. Hier zit melk, room. En dit is 100% yoghurt. Ik snap dat niet helemaal. Want yoghurt is van melk dus. En levende fermenten of zo. Dat zal nog beter voor mijn darmen zijn. Ben ik heel benieuwd naar. Anders ga ik morgen nog even een paar halen. Hè. Ik hoop dat die kleine kuipjes is en in verhouding duurder dan die grote. Heb ik al eens eerder verteld. Maar grote verpakkingen krijg ik vaak niet binnen de dagen op. Of ik pak te veel. Grote porties. Dus de laatste tijd investeer ik dan iets meer in. Dat je dan iets meer betaalt. Nou, investeer. Ik bedoel, ik geef dan iets meer uit in verhouding. In de 100 gram prijs, bij wijze van spreken. Kilo prijs. Maar daardoor, ja, net als wasmiddel. ik loop hier ook echt te kletsen terwijl ik een pak yoghurt film. Wasmiddel bijvoorbeeld. Het is goedkoper om vloeibaar wasmiddel dan van die pads of cupjes, of hoe je ze ook noemt, te gebruiken. Pots. Maar bij wasmiddel gebruik ik veel te veel. Ik weet niet hoe ik moet doseren. Dus dan kan ik beter pots kopen, want dat is voor mij beter. Dus ja, dat. Oké, ik loop hier gewoon in mijn pyjama even kleren te passen. Weet u dat? Ik had dus flare broeken besteld. Deze van Colorful Rebel vind ik zo leuk. Best wel prijzig, maar heel leuk stoefje. Alleen, waarom zo lang? Dan ben ik al best wel, ja, zeker niet kort voor een vrouw. Zo jammer, want kijk hoe leuk het anders was. Echt zo leuk. Ik vind hem echt wel leuk, maar ja, ik draag geen schoenen die zo lang zijn. Jammer, en als je me zou afknippen, dan is ook het hele leuke effect weg. Ah, deze is van Weekamp van Colorful Rebel. Dat vorige staat een L en de rest zijn allemaal M'tjes, maar dit ziet er echt niet uit. Deze is van, alles is van Weekamp. Deze is van America Today. Wat staat dit lelijk, bizar. Wauw, wederom wel weer gewoon een hele leuke broek. Ook, ja, staat mij gewoon niet. Ik weet niet waarom. Qua model ziet het er echt uit alsof ik hele korte beentjes heb. 40 van Cars. Eerst dacht ik, wat is dit voor rare broek? En nu denk ik, Cars is volgens mij altijd een beetje cheap. Heel raar stofje. Ik doe even de muziek uit. Super gek stofje, maar het is dan wel weer veel flatterender. Maar hij is niet heel erg flared ook. Dus... Okay, dit is echt een tip. Deze is veel te klein. Maar dit is van Vero Moda. En deze kon je en de maat en de lengte kiezen. En het was er niet meer mijn maat. Het is een glitterstof. Heel lekker zacht. Qua model super goed. Alleen ik heb een M. Het moet een L zijn. En ik heb een 30. Het moet een 32 zijn. Leuk. Heel leuk. Zit ook heel lekker. Het aanbod van Cars was trouwens een 38 en dat zou dus een 40 moeten zijn. Grappig, ik trek dit aan en denk, dit is niks voor mij. Dan loop ik naar de spiegel denk ik, oké, deze is dat het mooiste van allemaal. Het is ook een duurheid van We Fashion. Is hier misschien een klein beetje strak, maar dat is altijd bij mij lastig. Dit is altijd wat meer omvang dan hier. Dit is echt zo'n broek waarvan ik nooit dacht dat ik het zou dragen qua stof. Weet je wel, echt zo'n zakenvrouw, wat ik helemaal niet ben. Of zo voel ik me ook helemaal niet. Maar hij staat dus wel het mooiste van allemaal. Eigenlijk. Ja. Maar ja, misschien moet ik ook kijken op een maat groter toch. Maar ik weet het niet. Ik vind hem wel heel mooi. En dan hebben we nog deze America Today. Die 40. Wat zachter stofje. Split hier. Ik weet niet zo goed wat ik van deze vind. Van die vorige mooier, denk ik. Oké, deze vind ik eigenlijk heel sexy. Hij zit heel lekker. Het is een M van Fila. De maat is goed. Maar dit weet ik niet of ik het durf te dragen. Wat zit het allemaal goddelijk, zeg. Ik twijfel allemaal een beetje, want hier zit het allemaal wel goed. Maar denk ik, hier zit het net een beetje strak. En ik dacht eigenlijk dat M mijn maat was bij Flirt. Maar deze zijn allemaal niet zo super stretchy. Zo leuk. Deze overweeg ik wel echt. Ik vind het wel heel tof. Eigenlijk. Ja. Zo, ik ben blij dat ik zo goed oplet als ik auto rijd. Want ik ben net bijna aangereden. Mijn hart gaat echt
Nou, het is nu een paar minuten geleden, maar ik was helemaal te shaken, joh. Ik wil niet de auto stopzetten op de snelweg. Ik rijd bijna altijd linkerbaan, want ik rijd gewoon lekker door. Dus ik rijd hier al een tijdje gewoon op de linkerbaan. Ik denk ook van, jeetje, het is weer druk op de weg. Heel druk. En wat rijden die mensen op de tweede baan ontzettend dicht op de linker. Dus ik rijd al heel erg, weet je, niet in het midden van mijn linkerbaan, maar een beetje aan links van mijn linkerbaan. Omdat die mensen zo ver links ook rijden van hun tweede baan. Ik ben gewoon aan het rijden. Gelukkig al aan het opletten, omdat het dus zo druk is, extra goed opletten. Er gaat ineens een witte bus. Nou ja, die zit zeg maar, die rijdt langs auto's. Maar ik was misschien een meter van hem verwijderd dat we zeg maar parallel langs elkaar reden. Dus ik zit net achter hem en hij net een meter voor mij en dan de baan ernaast. Gaat hij naar links? Hij doet ineens een stuur, maar ook niet rustig, maar gewoon zoef. Zo zijn stuur naar links. Ik schrik me helemaal kapot. Ik trap keihard op mijn rem, natuurlijk. En hij ziet het en doet keihard zijn stuur naar rechts. Hij zag het gewoon niet. Dus die man is gewoon zo gegaan zonder in zijn spiegel te kijken. En dan denk ik, oh, goed zo breed. Je hoeft maar een of andere gek te hebben die niet oplet. Ik ben echt bijna aangereden. Ik heb wel vaker enge dingen meegemaakt. Ook dat ik met haaien en dat er ineens vanuit zo'n McDonald's afrit iemand in één keer de weg op gaat terwijl die haaientanden heeft en zo. Maar dit, als je met 110. Nou ja, nu zie ik weer een auto voor me. Die ging dan dus zeg maar, ik ben nog niet bij die auto. Nu ben ik op vermeed van die auto en dan ging die zo, zoep, links de baan op. En ik kon niet naar links uitwekken, want ik reed al links. Zo. Nou, dat vond ik even heel erg eng. Dan ga ik de vlog hierbij afsluiten. Het was een lekkere, typische vlog. Gewoon lekker huiselijke vlog. Real life. Ik hoop dat je hem leuk vond, dat je een reactie achterlaat. En abonneert als je dat niet hebt gedaan. Dat vraag ik nooit. En een duimpje omhoog doet. En me volgt op Instagram. En bedankt voor het kijken. Doei.